De avondklok is vanaf vandaag met 1 uur verschoven. Dit met het oog op de herstart van middag- en avondscholen. Het uitgangsverbod geldt nu van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Dit heeft president Chandrika Prasad Santokhi gisteren bekendgemaakt in zijn televisietoespraak. Het luchtruim wordt geopend voor uitsluitend rechtstreeks commercieel personenverkeer uit Nederland. Passagiers moeten bij aankomst in een 10 dagen verplichte quarantaine op een door de overheid aangewezen locatie. Vluchten naar het binnenland worden hervat op basis van de protocollen en na doorlichting van luchthavenzorg en hoop. Het staatshoofd zegt verder dat wij als land er nog lang niet zijn waar wij moeten zijn. Intussen wordt door het Outbreak Management Team doorgewerkt aan de totstandkoming van protocollen. De protocollen voor scholen, internaten, crèches en kinderdagverblijven, alsmede die van lijkbewassing, zijn afgerond. Deze protocollen zijn allemaal te vinden op de website van het BOG, www.bogsuriname.com. We bereiden ons voor op de opening van de scholen. Daaromtrent is er een veelheid aan informatie die noopt tot bijzondere aandacht. We zien dat wereldwijd landen worden getroffen door een nieuwe golf van de COVID-19-pandemie. Wij roepen de samenleving dus op om alert te blijven. Het gevaar van een nieuwe golf, een nieuwe piek, is reëel aanwezig. In het kader van normalisatie hebben we de afgelopen week de gefaseerde herstart van het openbaar vervoer gehad onder strikte naleving van de protocollen. De komende week staat in het teken van de start van het nieuwe schooljaar. President Santokhi zegt verder dat de versoepelde maatregelen gelden vanaf vandaag, maandag 28 oktober, tot en met zondag 11 oktober. De welbekende COVID-voorzorgsmaatregelen, zoals het verplicht dragen van een mond- en neusbedekking in het openbaar, blijven van kracht. Met betrekking tot de internationale vluchten. De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor rechtstreeks personenverkeer uit Nederland. Hierbij gelden de volgende voorwaarden. Het kunnen overleggen van een negatieve COVID-19-test. Verplichte quarantaineperiode van 10 dagen na aankomst. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden hervat onder naleving van de protocollen en na doorlichting van de luchthaven Zorg en Hoop. Voornoemde maatregel hebben verstrekkende gevolgen. In gevolge daarvan de volgende toelichtingen. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid zijn van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. We streven naar normalisatie van het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname. President Chandrika Prasad Santokhi gisteren tijdens zijn televisietoespraak in het kader van de COVID-19-pandemie. De in dat kader getroffen maatregelen zijn vanaf vandaag versoepeld. Het uitgangsverbod geldt nu van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend en wel van 28 september tot en met 11 oktober. Diverse andere voorzorgsmaatregelen die eerder zijn getroffen blijven van kracht.